Ik is al 12 uur op de wereld. Deze jongen gaat wel in bad. Dus langzaam zakken. Ja. En met zijn beentjes helemaal een beetje aan de kant, want dat vinden ze vaak heel lekker. Hoi allemaal, welkom bij deze weekvlog. Deze weekvlog staat in het teken van onze kraamweek, want zoals jullie weten is onze zoon Freek geboren. In de weekvlog van vorige week zagen jullie al hoe de bevalling is gegaan. Deze vlog begint op 19 december, de dag dat onze zoon is geboren. Omdat ik zo'n hoge bloeddruk had en Freek uiteindelijk met een vacuümpomp ter wereld is gekomen, moesten we nog wat langer in het ziekenhuis blijven. Op 19 december waren we vooral bezig met het bijkomen van de hele bevalling en van de onrustige nacht en alles wat erbij kon kijken. En ook ontvingen we onze eerste kraamvisite. De eerste nacht met onze kleine vent, dat is die. Lekker te slapen. Moeder, hoe gaat het met moeders? Ja, vrouw. Maar niet zo goed geslapen, ja. Maar het komt wel. Kijk, de kleine Freek bij papa. Nou, we zijn inmiddels 12 uur verder van de geboorte. Ja, Freek is al 12 uur op de wereld. En hij is nu eindelijk stil. Hij was een beetje veel aan het huilen, maar nu is papa met hem aan het dopen. Ja, nu ligt hij heel zoet. En daar wordt hij wel mooi stil van. Hopelijk kan hij zo een beetje slapen in zijn bedje. Kunnen wij ook een beetje slapen in onze bedjes. Ja, dat is wat ik ga doen. Ja, ik ook. We zijn allebei best moe. Ja, maar hij had helemaal niet veel smeer. Hij was helemaal niet onder de smeer bij de geboorte. Hoeveel? Ja. Lekker Freek. Ja. Ja, hallo. Op dinsdag 20 december mochten we eindelijk met ontslag. En hebben we Freek lekker ingepakt in zijn berenpak in de maxi-coaster. Eenmaal thuis aangekomen was er een ander spannend moment. Want Choco ging Freek voor het eerst ontmoeten. Choco vond het maar een beetje gek, maar inmiddels is hij er helemaal aan gewend. Zo. We zijn thuis. Hey Miel, hoe vind je het? Ja, prima. Hij ligt hier nog mooi. Hij ligt hier nog mooi. De kraamzorg komt zo. Ik denk dat hij wel weer gaat huilen zo meteen. Hij dacht er zo lekker in, maar ja, hij moet er toch echt uit? Lekker warm, hè? Goh, zit nou allemaal zo van, wat gebeurt hier? Ik ook hoor. Oh, het wat te... Hoi papa. Zijn we thuis, Freek? Toch wel lekker dat ik mag zijn keuze denken. Zo weer aan het happen. Kijk eens. Dat is interessant. Zag je saaitje? Zo. Wat moet je daar nou mee, hè? Ja, goed. Ook zijn altijd nog leuker. Wil je een beetje Freek geven, dan kun je niet geven. Nou, dan kijken wat het lekkerste is, hè? De bokjes op zijn bek. Zo. De twee mannetjes. Die gaan lekker te slapen. Freekje. Jij ligt lekker hier. En onze andere kleine man. Die eigenlijk best wel groot is. Die ligt lekker daar. Weet ze jongens. Wat word je er wakker van? Hoeft niet. Wij gaan zo meteen lekker eten. Terwijl onze kleine Freek net bij mij heeft gegeten. En nu ligt hij hier lekker. Ja, in de box. Even een tussendoor dagboekje vanaf mij. Het is vandaag 20 december. Het is dinsdag volgens mij. En we zijn vandaag thuisgekomen met Freek, onze zoon. En ja, het is echt bizar hoe het nu allemaal gaat. Deze afgelopen paar dagen, deze afgelopen paar uur en alles bij elkaar. Het is bizar. Het is ontzettend heftig. Ontzettend intens. De bevalling was echt wel het zwaarste wat ik ooit moest doen. Maar ja, ik ben gewoon zo intens gelukkig met Freek. En soms weet ik gewoon echt niet wat we moeten omdat hij huilt of weet ik veel wat. Maar andere momenten ligt hij zo zoet bij mij. En dan ben ik gewoon echt, wauw, dit is echt... Deze weekvlog zal zo anders zijn dan normaal.
Ook omdat het gewoon... Omdat ik soms echt niet weet wat ik allemaal meemaak. En denk, ja, dat filmen kan me echt even gestolen worden. Dus het is heel anders dan normaal. Dat is maar zo dan. Ik wil gewoon alles... Van alles genieten en gewoon heel bewust meemaken met mijn vriend Emiel en Freek en Choco. En ja, dat ga ik ook zeker doen. Dus ja. Ja. Ik lig nu in bed, want ik ben heel erg moe. Want het is gewoon heel slopend allemaal. Maar je krijgt er echt zoveel terug. Goed, ik ga nu... Dus een beetje slapen. En dan moet ik zo meteen alweer voeden. Dus ja, gaat door. Doei. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Denk ik. Ik weet het niet eens meer. We hebben onze eerste nacht thuis erop zitten. In het begin ging het best lastig. Want hij huilde best veel. En hij wilde best wel veel gevoed worden. Maar... We hebben toch al met al een paar uurtjes bij elkaar kunnen slapen. En na de laatste paar voedingen ging hij gewoon slapen. Hij kwam wel weer na 2 uur, dus dat was wel snel. Maar goed, ik heb hem nu weer gevoed. En ik ga zo even lekker douchen. Daar heb ik heel veel zin in. En even wat eten. Kraamzorg is er ook weer, dus ik laat me lekker verwennen. Goedemorgen allemaal. Het is alweer donderdag. Ik ben net lekker gedoucht. Ik heb Freek gevoed. En ik zal eens mijn buik laten zien. Nou ja, er zit gewoon een bolletje. Het is nu gewoon een hele flubberbuik. Heel maf. Ga eens kijken naar de kleine. Freek ligt nu lekker hier. Want hij is een beetje gelig. Deze jongen gaat zo in bad. Hij ligt nu rustig bij mama. Dus langzaam zakken. Ja. En met zijn beentjes helemaal een beetje aan de kant. Want dat vinden ze vaak heel lekker. Tegen de rand aan. Ja, want dat hij zich af kan zetten. Oh ja. Ja, dat is wel rustig. Is dat lekker, lieverd? Lekker warm. Vaartjes onder. En hoe lang doe je meestal in bad? Vaak worden ze premend zat. Dus oh, ja. Geen uur hoor. Nee, nee. Doe zo even zijn gezicht en zijn hoofd. Ja. Zie je met die voeten zo? Ja, kijk dan. Kijk eens. Hij heeft net een leuk pakje aan. Volgens mij zie je al iets minder geel. Ik ben nu trouwens bezig met het schrijven van het baby's eerste jaarboekje. Van de eerste week en zo en de geboorte. Want anders ben je dat ook zo weer vergeten. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik heb me trouwens voor het eerst een keer opgemaakt. Dus ik begin me weer beter te voelen. Het consultatiebureau is trouwens langs geweest. Daar heb ik wat papieren mee gekregen. Dus dat ga ik zo eventjes bekijken. Hij heeft een hoortestje gehad. En dat was verder allemaal goed. De uitslag is dan gelijk binnen. En de hielprik... De uitslag is binnen 4 weken als er iets is. Dus ja, hij deed het hartstikke goed. Hij bleef heel rustig en ligt nu gewoon weer te slapen. Dus mooi werk. Ik heb me trouwens ook alweer gewogen. Ik ben al 10 kilo kwijt. Jongens, de kaartjes zijn binnen. Kijk. Hora, een zoon. Freek. Nou, dit is dus het kaartje. Dit is de achterkant en hier zijn onze gegevens onder, maar dit is het verder. Leuk hè? En dit zit er ook bij. Hoe leuk. Gratis. Leuk. Past ook goed bij zijn kamertje. Zo, is papa aan het verschonen? Ja. Dat is wel de bedoeling hè, Freek? Oh, je had ook een roze meisjesluier. Een roze meisjesluier? Kijk eens, dit pakket hebben we van mijn broer en schoonzusje gekregen. En elke dag, de komende 22 dagen, mogen we wat uitpakken. Hoe leuk. Echt superleuk.
Goedemorgen. Ik lig hier met een kleine Freek in bed. Hij heeft de hik, net zoals de mama in de buik. Schattig. Het is een beetje donker nog hier. Het is vandaag alweer zaterdag, 24 december. Vanavond is kerstavond. Eigenlijk de bedoeling in de kraamweek dat ik de eerste 5 dagen etage rust heb. Dus daarom ben ik vooral in de slaapkamer en op de babykamer. Maar ik heb een deeltje gemaakt met mezelf dat ik 1 keer de trap op en af mag per dag. Dus dan ga ik vaak met avondeten even naar beneden. En de rest van de avond ben ik beneden. Gewoon gezelliger. Ook met Choco en dan neem ik Freek mee. Dus dat was heel erg leuk. Maar ja, dat is dus ook voor mijn bekkenbodem het beste. En die wil je nog niet te veel belasten. Maar na de 5 dagen mag je dat alweer wat meer gaan belasten, geloof ik. Mag ik wat naar buiten. Dus ik denk dat ik de komende dagen het wat, wat meer ga doen of zo. Ik ben nu ook gewoon Freek aan het verschonen en een badje aan het doen. Dus steeds meer dingetjes oppakken. Vannacht hebben we wel echt een rotnacht gehad met krampjes. Maar hoort er ook een beetje bij, denk ik. Freek is trouwens weer flink aangekomen. Hij zit nu alweer op de 3600 gram. Terwijl het geboortegewicht was 3655, geloof ik. Dus super goed. Hij was afgezakt naar 3380. Dus ja, hij is weer flink aangekomen. Heel mooi. Ik heb vanochtend mezelf trouwens weer gewogen. En ik ben nu al ruim 10 kilo kwijt sinds de bevalling. Dus dat is heel fijn. Ik ben echt wel 25 kilo aangekomen tijdens de zwangerschap. Ja, echt. En nu alweer 10 kilo daarvan kwijt. Maar eigenlijk wil ik nog wat verder afvallen. Dus ik heb nog een lange weg te gaan. Maar ja, het is fijn als het nu al wat sneller eraf gaat. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik geef natuurlijk ook borstvoeding. Dus dan zou het ook wat sneller moeten gaan. En ik ben mezelf nu nog niet heel erg aan het volproppen. Dat valt me heel erg mee. Is denk ik omdat ik op deze etage ben. Omdat het hier geen eten is. Dus ik vraag me af hoe dat gaat als ik straks weer naar beneden ga. Maar goed. We zien het wel even. Ik weet niet of jullie het zien. Maar mijn hele hand is blauw. Tijdens de bevalling hebben ze heel vaak mijn infuus misgeprikt. Ik ga trouwens nog een video maken over het hele bevallingsverhaal. Waarin ik alles uitleg hoe het precies is gegaan. Dus dat komt nog. Filet. Vandaag heb ik kraamvisite gehad van de zus van Emiel. Gisteravond is het nog mijn broer geweest. En we hebben een superleuk pakket gehad. Dat we elke 22 dagen een cadeautje ook konden maken. We gaan nu eerst Freek in badje doen. Mijn vriend. Langzaam met zijn benen eerst erin zakken met zijn voeten zoveel mogelijk. Zijn hoofd luidt droog. Nee, zijn hoofd gaat er ook niet eens in. Zou dat zijn? Ja. Dan laat je hem erin zakken. Spreekt hoe is het? Hij een kikkertje. Kikkertje? Ja, hij zit helemaal op die beentjes. Ga jij bijna huilen? Hij vindt het heel... Volgens mij vindt hij... Sommige kinderen vinden er weinig aan. Geen waterrat. Hij vindt het volgens mij heel relaxed. Zo is hij ook echt lang, hè? Als hij zo... Ja, zo raak je wel mee. Nou, even... Jongens, het is kerstavond. Kijk eens wat een gezelligheid hier bij ons beneden. Hé, hey, Choco. We gaan nu lekker een avondje beneden houden. Freek komt zo meteen beneden. Ga ik even voeden. En dan een soort van een mini kerstachtig dinertje. Met dingen als carpaccio, zalm, weet ik wat. Dus dat is very nice. Fijn. Goedemorgen, het is kerst. Zo, ik heb mijn kerstpakje aan. Een rood shirt met mijn kerstsokken. Nou, prima. Nou, dit is de buik. Is oké, hè? Ik mag trouwens weer een cadeautje uitpakken van onze cadeaumat. Deze. Dus even kijken wat hierin zit. Er staat op, mam, deze is voor als ik koude voetjes heb. Dat heb ik dus van mijn schoonzus en mijn broer gekregen. Ik, hartje tante. Leuk. Thanks, Kim. Yay, het is eerste kerstdag. En wij gaan carpaccio eten. Oeh, en
Freek ligt hier. Oh, hij is wakker. Ja. Nee, dat weet ik. Wij gaan lekker eten, dus. Dat is stond, hè? Die heet ik. Hou binnen. Spelen, Choco. Dat kan niet, ik heb die andere aap aan me. Ze willen allemaal wat zeggen. Ja, maar... Hi allemaal, het is vandaag alweer tweede kerstdag, 26 december. Mijn laatste kraamdag, echt heel raar. Aan de ene kant is het wel fijn dat we ons eigen ritme dan weer kunnen bepalen, maar aan de andere kant is het ook weer een nieuwe fase of zo. Je sluit toch weer iets af. Eerst het gedeelte in het ziekenhuis, toen de kraam, nu dan de kraamweek. Ja, gek. En nu blijft Emiel nog een weekje thuis. En ik zit nu al te denken, oh, straks moet Emiel ook weer werken. Ik wil niet. Ik wil gewoon met mijn gezinnetje lekker cocoonen en thuis blijven. Ah ja, ik ga vandaag maar eens wat foto's om harde schijf knallen en de filmpjes op de laptop zetten. Want ik wil er toch ook wel een keer iets van gaan maken. Vanochtend hebben we Freek nog een keertje een badje gedaan, zodat ze nog een keer geoefend hebben. Dus dat kunnen we nu. En verder, ja, luiers er schoon, dat soort dingen, dat gaat ook allemaal wel. En ja, het is ook in je kraamweek, ben je natuurlijk ook gewoon een groot gedeelte van de dag gewoon al alleen. De kraamhulp is er ook maar 6 of 7 uur per dag. Dus het is niet dat het nu in één keer heel eng is. We doen het al een groot gedeelte van de dag, dus dat is prima. Freek is nu even rustig, maar vanochtend echt last van krampjes. Gisteravond ook, had echt de hele tijd veel krampjes, last van krampjes. Echt heel zielig. Dan huilt hij gewoon heel hard. Dan zie je gewoon echt dat hij pijn heeft en dat kan soms urenlang duren. Als iemand een gouden tip daarvoor heeft, let me know, maar we hebben eigenlijk al best wel veel geprobeerd. We hebben nog niet iets van een middeltje gebruikt, want we willen toch eerst zelf aankijken of we het niet anders kunnen oplossen. Maar ja, even aankijken en proberen. En vooral troosten en er voor hem zijn. Ja jongens, dit was de weekvlog alweer. Dit was de kraamweek. Die zit er nu alweer helemaal op. In de volgende weekvlog zie je hoe het ons alleen afgaat. Want daar is de kraamweek echt helemaal weg. Dus vonden wij echt wel een beetje spannend. Ook nog even iets anders, iets wat serieuzer. In deze weekvlog zie je dat Freek af en toe nog een beetje in beeld komt. Dit zal ik de komende weken wel wat gaan minderen. Ik wil niet dat Freek met zijn gezichtje overal op het internet staat. Hier kiezen wij heel erg bewust voor. Natuurlijk gaan jullie hem nog wel gewoon zien, maar niet zijn gezicht helemaal in beeld, zeg maar. Dus alles om hem heen, zijn leuke outfit en dat soort dingen allemaal wel. Maar niet meer met zijn hele hoofdje de hele tijd vol in beeld. Dus ik hoop dat jullie dit respecteren. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan eventjes. En ik zie jullie volgende week weer. Doei doei!